Leonard, Tuinfort, Van Dam, Van Eeuwwijk, Dekker en Koning zijn er niet bij bij Katwijk. Jodan Boys mist Pina, Graafland en Thomas Verheid. Dit is Jonge Nelen. Jonge Nelen! Spelde prikje. Simpele prooi voor Straver, de doelman van Jodan Boys. Dat wilde ik zeggen, inderdaad. Lange bal. Hij wijst naar de stip buiten die beeld. Nou ja, dan heeft Veerman dus een overtreding begaan en krijgt hij geel. Ik wil het nog wel eens terugzien. Nou, zeg het zelf maar. Feit is wel dat de bal op 11 meter ligt. Jonge Nelen achter de bal, het schot en de keeper. Hij laat het buitenkansje voor wat het is. Jeffrey Jonge Nelen. Suzanne. Mooi meegegeven, Robert Suzanne op Van Ooyen. Van Ooyen en de goal. Het is dan toch 1-0 voor de thuisclub. Donny Van Ooyen. Op aangeven van Suzanne, Robert Suzanne. Op snelheid, ja, dan is die goed, hè. Toch een mooi wapen, hoor, van de ploeg van Sees Bruining. Wat kan de ploeg van Patrick Akerboom? Op de krom. Mulder. Stuitert naast de goal van Adam Karoglu. Die vorige week zo belangrijk was tegen GVV van Katwijk. Veel onzekerheid bij Jodan Boys en het jagen dan van Katwijk. Het resulteert dan uiteindelijk in een corner. De ploeg uit Gouda durft niet op de krom. Zo lijkt het. Kan niet. Er is iets. Deze is voor de keeper. Oh wel, met de inzet. Moet heel snel terug, want dat is een verdediger. Van Ooyen. Mooie beweging. Ja. Donny Van Ooyen. Bij de tweede paal zou Oudezing. Suzanne. Heeft het geluk niet aan zijn zijde. Of het vizier niet op scherp. Eén van de twee. Oetsgeester in Katwijkse dienst. Blijft 1-0 voor de Oranjehemden. Ja, Katwijk ook bij balverlies. Snel die bal weer heroveren. Huisman weer. Hé? Weer een strafschop. Als ik het goed begrijp. En dat doe ik. Nog eens kijken. Ja, de eerste was zwaar gestraft, maar hier gaat Huisman echt in de mangel. Maar wie nu vanaf 11 meter? Het wordt Suzanne. Zo, onberispelijk. 2-0 voor Katwijk. En ben je nu al geneigd te roepen dat deze wedstrijd beslist is? Robert Suzanne. Ja, dit zijn speldenprikjes. Niet meer dan dat. Van de ploeg uit Gouda. Vorige week nog succesvol tegen Lisse. Nou, tweede helft dan. Karoglu. De ploeg van Akerboom speelt wel een meter of 15 meer naar de goal van de tegenstander. En de tegenstander is Katwijk. Jansen. Van Ooyen. Op de solo-tour. Zou Oudezing. Mooi gegeven. Daar is Jonge Nelen. Daar is 3-0. Jeffrey Jonge Nelen. En kijk eens wat een opluchting. Nou, nou, nou. Het paasje is goed. Lopen elkaar nog even in de weg ook. En dan maakt hij het toch fantastisch af, hoor. Jeffrey Jonge Nelen met de derde treffer van Katwijk. En Straver baalt. Kan me er iets bij voorstellen. Jodan Boys dan weer. Karoglu. Simpele prooi voor de keeper van Katwijk. Op de inzet van Hirkens, de invaller aan de kant van Jodan Boys. Andere kant dan. Bijna weer Katwijk. De Goudse ploeg speelt een bijrol op de krom. En Katwijk is heer en meester. Oh, zomaar in de voeten van de tegenstander. Sieremans. Het is goed dat Straver oplet. Ja, Sieremans speelde ooit wel bij Katwijk, maar dit kan de bedoeling geweest niet zijn. Of niet geweest zijn, moet ik zeggen. Ballenjongen, ook een mooi vak op zaterdagmiddag. Leuke hobby. En dan komen de Oranjehemden weer. Mooi meegegeven, zeg. Daar is er weer een. 4-0. En weer hij. Jeffrey Jonge Nelen. Jonge, jonge, jonge. Heracles Almelo schijnt hem te volgen. En hij is trefzeker. Twee keer. Katwijk wint met 4-0 van Jodan Boys.